Een hele goede morgen. Tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Oh, kijk, wie is daar? Hey! Hey! Hey, hallo. Giel! Ik film hier, mezelf, kijk. Maar ik film jou. Kijk. Woe! Oh, oh, oh. Wow! Let's go! Wow, je bent zo pro! Wow! Ja, ik zie allemaal kijk. Lava hier. Ja, wat is dit, joh? Ik heb mijn eigen territorium geclaimd. En dat gaat helemaal zo rond om mijn eigen territorium. Dus ik wil alle mobs en gekke mensen buiten mijn dorpje houden. Dat is een beetje het hele idee erachter. Dat moet wel lukken zo, denk ik. Mag dit paard neer, alsjeblieft? Jij mag dit paard neerschieten, wou ik zeggen, maar je mag hem neerslaan. Heel goed. Ik heb leer. Hey Giel, ik had een leuk ideetje voor vandaag. Nou, vertel. Twee leuke ideeën. Kijk, twee leuke ideeën. Ik ga eerst even... Kom eens hier, kom eens hier. Aan de andere kant van mijn territorium, daar... Stop. Daar is Santino's huid. Hé, hey, dat is vanaf nee! Nu mijn huid. Nee. Nee. Wat nee? Nee, kom terug, kom terug. Wat is dit nou weer? Nee, kom terug. Wij gaan straks... Gaan wij gewoon dat huis even in. Dan gaan we kijken wat Santino allemaal in zijn huis heeft. Maar eerst gaan wij een ondergrondse farm maken. Een ondergrondse farm? Een ondergrondse farm. Mijn huisje is daar al ondergronds. Dus wij gaan ondergronds allemaal dieren farmen. Want dat hebben wij nodig. Ik heb eten nodig. Ik heb honger. Ik heb helemaal niks. Ik heb het allemaal nodig, Giel. Ja, dat snap ik. Kom, we gaan even de ondergrondse farm bouwen. Precies, dat wou ik horen. Dus gaan we het gewoon eerst gelijk even uithakken hier beneden. Ja, waar wil je het hebben? Dat is de hele vraag natuurlijk. Als jij nou begint met uithakken. Dan ga ik vast de dieren halen. Oh, ja, weet dat jij? Dat vind ik een goed idee. Wat hebben de dieren nodig? Zal ik eerst koeien gaan fixen? Dat ik weed daar ga heb fixen? Ja, ik heb weed van nodig. Oké. Heb je voor mij dan één weed zodat ik koeien. Ja, dankjewel. Dat moet genoeg zijn. Ik kom zo terug. Ik ga even op zoek naar koeien. Ja, maar waar moet ik iets uithollen dan? Ik snap het helemaal niet. Waar wil je die farm hebben? Oké, ik loop even terug. Waar gaan wij die farm maken? Gaan wij hier nog een beetje naar boven maken of naar beneden? Ik zou naar beneden doen, anders kom je dan uit die berg, of niet? Het is wel een hele grote berg natuurlijk. Het is wel een hele grote berg. Ik kan hem ook vanaf hier zo, zeg maar, zo, een grote ruimte er aanbouwen. Ik denk dat we dat gaan doen. Ik zal jou even een paar blokjes helpen. Toortjes, kijk, ik heb superveel toortjes voor jou. 32 stuks. Ja, die Want moet ik even... anders zie je natuurlijk helemaal niks. En ik ga ook deze S van Santino weghalen, want jongen. Hoe kan je het makkelijkste vol weghalen? Met wat voor tool? Iron. Hier. En dan doen we zo. Weet je wat? Ik heb een schaar. Ik heb er ook gewoon nog eenmaal bij. Ik heb een schaar. Okay. Ben je trots op mij? Ik ben zeer trots op jou, Torben. Dank je wel. Nou, dan gaan we even deze S weghalen. Oh, er staat daar een zombie in de fik. Dat komt dus door mijn lava. Ik heb dat echt ideaal. Ideaal hebben we dat neergezet. Wij zullen geen last hebben van zombies. Althans, een bepaald gebied. Dat moet wel goed komen, hoor. En de S van Santino is weg. Het is mijn territorium, niet die van Santino. Hatskree. Het is niet van Santino meer. Nee, het is van ons. Haha. Oh, ik zie al een koe. Alleen die moet over het lava heen. Uh-oh, hier heb ik niet over nagedacht. Maar ik heb wel steen. Ik heb steen. Dus wij gaan een bruggetje bouwen. Goed idee. Is dat wel een beetje een eng idee? Geen idee of dit gaat lukken, jongens. Zou dit lukken? Hallo, schaap. Koe bedoel ik. Wil jij met mij mee? Oh, ik zie er daar nog één. Ik heb er twee. Oeh, jullie moeten niet hier vallen. Dat zou ik minder fijn vinden. Kom maar mee. Mag ik eerst die andere halen? Die zijn helemaal hier. Oh, er zijn zoveel koeien! Oké, één van jullie moet toch wel over het lava kunnen lopen zonder dood te gaan. Zou je zeggen, jongens. Ja, kom. Komt maar. Ik heb er gewoon vijf achter me aanlopen, gek. Oké, nou dan moet ik wel heel erg opschieten met het hok, merk ik al. Nee, als ze maar alvast even naar binnen kunnen gewoon. Ja, ik loop veel te rap. Jongens, kom hier. Kom. Ja, heel goed. Ik liep te snel. Dus die koeien die zijn allemaal niet zo snel als ik. Oh, nee, en het wordt donker. Oh, nee. Hoe zit dat dan weer? Nou ja, de zon gaat onder. Dat is apart. Oké, ze vallen niet naar beneden. Oké, dan zou mijn bruggetje moeten werken. Oh, ik hoop zo dat ze niet doodgaat. Kom. Oh, eentje blijft achter. Nou, laat die maar lekker daar dan. Nee, jawel. We laten niemand achter, toch? Ja, maar dan pakken we die later nog wel. Kom, koeien. Oké, kunnen jullie hier overheen? Oh mijn god, ze doen het gewoon. Yes! Nee! Nee! Nou? Oh, er is er eentje dood gegaan. In de lava. Oh, in de lava. Hoe durf je? Je hebt die kracht zelf gemaakt, man. Nee, daar kon ik iets aan doen. Dat deed hij echt volledig zelf. Ik denk dat hij geen zin meer had in het goede leven. En dat kan. Ik ben er al bijna, hoor, Giel. Moet ik de eerste koe een naam geven? Want jouw huis ziet er niet uit. Nee, dat is waar. Oh, kijk, Giel. Je moet dadelijk heel veel hout gaan hakken. Kijk. Ik heb al hout hier voor je. Oh, nee,
Phantoms, kijk uit. Nee, niet alweer. Uh-oh, twee zelfs. Kom, koeien, 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 koeien. Kom, 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 kom. Die deur weg, dit schiet zo toch niet op. Ah, koeien, kom. Kom, kom, kom. Kom naar binnen. Kom, oh, er loopt er eentje weg. Nee. Koei, koe, koe, kom, 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 kom. Kom, koe, koe. Kom, kom. Oh, oké, oké. Nou, die deur. Yes, we hebben drie koeien. Hey. Let's go. Hoe? Gewaagd. Maak je een pijlenboog, strings en dinges. Ja, ik weet het al. Nee, ik weet het al. Ik weet het al. Ja, ik word een pro. Ik kom er wel een keer. Ja, arrows. Ja, 100%. Hoe maak je een pijl? Dat kan ik niet pijlen. Je kunt ook skeletons killen, dan krijg je wel pijlen. Ja, dat snap ik. Een arrow. Ja, maar Tom, ik heb even jouw akkoord nodig voor het bouwproject. Oh, wat heb je nodig? Wat is er aan de hand? Nou, ik dacht het is misschien leuk als we hier zo'n gang naar buiten maken, dat de dieren ook buiten nog een hok hebben. Oh, dat is super vet! Dat ze naar buiten moeten overdag. Ja. Binnen, als het s'nachts is. Ja. Oh, dat is wel een cool idee inderdaad. Ik heb één ei, misschien kan ik gewoon een kipje gooien. Dat zou wel zijn. Wil je kijken? Zijn. Doe maar eens, bam. Oké, jongens, ik heb gewoon geen pijlen, dus dat kunnen we nu nog niet doen. Maar ik zie dat mijn armor echt bijna kapot is. En ik heb 17 diamonds, dus wij gaan full diamond, denk ik. Ik weet niet of ik genoeg heb aan 7 diamonds, nee, maar... Nee, zeker niet. Nee, maar... ik heb al een chestplate. Dus, kijk. Dan kan het misschien... Dat is 1. Dat is 2. En dan moet ik alleen nog een broek hebben en dat is zo, volgens mij. Oh, nou heb ik... Ik hou 1 diamond over. Oh jeetje. Yeah, boy. Ik ben full diamond. Is mijn eten al klaar? Yes, want ik had eten nodig. En dan ga ik nu naar buiten. Dingen killen. Waar zijn ze? Oh, ze vliegen hier gewoon nog steeds. Ik ga skeletons killen. Dat ga ik doen. Ik heb pijlen nodig. Uh-oh, wacht. Die dingen komen eraan. Die dingen die zijn wel heel sterk. Die moet je zeg maar raken wanneer ze net beneden zijn. Ja, dat snap ik. Anders lukt het niet. Alleen met een pijl. Au. Woe. Ik ben hier in gevecht met... Oh, 3 mobs. Oké, ik heb er 1. Ik heb ze allebei. Ik ben echt pro. Lekker. Jongen. En dan hier die skeleton. Bang, bang, bang. Boom. En dan ook nog creepers. Wij gaan gewoon even de hele avond mobs pakken. Dat is een goed plan, hè? Hey, zombies die geven geen arrows natuurlijk. Of wel? Nee, tuurlijk niet. Nee, oké. Ja, omdat we die spawner hebben. We hebben die spawner. Ja. Ik weet niet, die droppen altijd gekke dingen. Oeh, ik ben alweer ik ben level 30. Ik zou kunnen enchanten, maar daar heb ik dus niet genoeg dingen voor. Oeh, waar zijn de zombies? Oh, ik vind dit lava is echt ideaal. Dit lava heb ik echt goed gedaan. Ik ben helemaal trots op mezelf. Zo. Alhoewel, Santino heeft eigenlijk het grootste deel gedaan. Ik was een beetje aan de mine en Santino heeft eigenlijk alles gevuld. Maar ik had alles uitgegraven. En ik zie, ik ben hier bij Santino's huis. Ik ga nog niet naar binnen. Ik wacht totdat we een beetje klaar zijn met de farm. Gaan we daar naar binnen en zijn hier zombies. Oh, hier zijn heel veel zombies. Hallo. Ga dood. Dank u. Oh, Torben, trouwens, ik heb iets gedaan. Oeh. Ik heb er niet goed over nagedacht. Je moet even terugkomen. Moet ik nu terugkomen? Ik ben net weg. Ja, wacht. Ik probeer het al even te regelen. Ja, ja doe jij het. Doe maar even regelen. Ik ga hier een Enderman killen. Boom. Hoppa. We kunnen ook gewoon Enderman killen. Oh, er zijn hier zoveel paarden. Ik denk dat ik serieus omringd ben door 15 paarden. Ik maak geen grapje. 15? Ja, het zijn er echt heel veel. Ik kan eens even een comment erbij gaan halen, Giel. Nou, dat vind ik een goed idee. Ik heb hier een eerste comment. En ik zou heel graag even weer een mooie sound effect van jou willen, Giel. Bap! Oeh, dat is een hele mooie. Ruby Boys, die reageert tip. Je moet niet spam klikken met je zwaard als je slaat. Je moet even wachten, dan zie je een balkje. En als die vol is, kan je weer slaan, want dan doet het meer damage. Dat is op zich wel een goede tip, want dat deed ik nog niet heel vaak. En hij zegt nog een tip. Als je oor sneller wilt laten omsmelten, moet je een Blast Furnace hebben. PS, je bent een toffe YouTuber en mag ik op de Hall of Fame. Tuurlijk mag je op de Hall of Fame. Ik heb een potato gekregen van een zombie. Kunnen we ook potato's gaan maken. Lekker, man. En sorry, maar dit paard, ik heb je leer nodig, dus jij gaat ook dood. Zo. Yeah. Deze ook. Oh, maar niet in de lava gaan. Dat is zelfmoord. Yes. En dan ga ik hier overheen springen. Oh, dat is eng, jongen. Oh, nee. Ga nog niet dood. Ik wil je loot hebben. Ga dood. Yes, dankjewel. Hier is een zombie met een iron zwaard. Met een iron... En ik heb een carrot. Ook dat nog. Die lijkt me best wel sterk. Zo, ook dood. Oh, ik ben echt lekker bezig. Ik heb al veel mobs gekild. Ik kom weer even naar jou. Oké, welke dieren heb je nodig? Dan ga ik ze zoeken. Ja, wat jij wil, weet je. Het kan allemaal eigenlijk wel. Welke zijn handig op het begin? Want koeien zijn handig voor leer. Dus wat is nog meer handig? Schapen. Schapen voor? Wol. Oké, kan je daar veel mee? Kippen voor veertjes, voor pijlen bijvoorbeeld. Oh ja, dat is wel een goeie. Oh, ik heb trouwens nog een ei. Maar uiteindelijk doe je het gewoon voornamelijk voor het eten, hoor. Nee, helaas.
Oké, okay, ik ga een koeien, of nee, ik bedoel schapen. Hoe komen die, hoe volgen die mij? Wat hebben die nodig? Schapen hebben ook weed nodig, net zoals... Weed, oké, okay, top. Ik was bijna vergeten om de persoon van net op de wall of fame te zetten, dus dat gaan we nu even doen. Ruby Boy Z. Kijk eens, jij staat er mooi bij, maat. Oh, en ik ga nog even wachten op eten, want anders gaat het dadelijk weer helemaal mis. En dan gaan we weer op pad naar leuke schaapjes. Ik ga deze jump proberen te halen. Oh, die haalde ik net. Oh, ik zat bijna in de lava. Maar het is ook diep, hè, die lava. Ik heb het niet heel, heel... Het is super diep. Dus als je eenmaal valt, dan ben je ook eigenlijk een beetje de lul. Ben je ook wel echt dood, ja. Oh, ik heb hier een schaapje. Schaapje, kom. Kom, ik heb jou nodig. En ik heb hier nog een schaapje. Schaapje! Schaapje! Ja, hier, deze. Witte schaapje, kom maar. Kom. Ja, heel goed. Kom maar mee. Ik heb er twee nodig, hè. En dan kan je weer baby'tjes maken. Precies. Komt u maar. Dat is hoe het zit. Hij, ze lopen alleen zo ontzettend traag. Nee, kom. Kom! Kom! Hey! Psst! Ja, goed zo. Ja, en dan gaan we helemaal deze kant op. Ik weet niet waar dat andere schaap... Oh, die is helemaal hier naartoe. Hey, hey! Andere schaap, kom hierheen. Kom! Ja! Ja, ja. Oké, okay, ik heb ze aandacht. Giel, ik zie dit huis nu zo vaak. Als ik terug ben met die schapen, dan gaan we het huis van Santino in, ja? Okay, misschien gaan we wel wat stelen. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Ik zie namelijk... Oh, hij heeft ook chesten. Hij heeft chesten. En hij is er nu toch niet. Ik ga gewoon stiekem dadelijk. Maar dan moeten jullie dan niet zeggen in de comments. Niet doorvertellen. En dan niet zoals die koe in het lava vallen, want ik heb er maar twee. Dus jullie moeten dit allebei overleven. Precies. Nou, moment van de waarheid. Kom op. Oké. Okay. Oké. Okay. Volg mij over deze steen. Yay, ze hebben het allemaal overleefd. Kom, jullie zijn er bijna. Meh. Wat goed dit. En dan komen we er dadelijk. Baby schaapjes, ja. Het buitenhok is al klaar, soort van. Oh, wauw, dat ziet er echt al leuk uit. En hier moet dan de schapen erin. Kijk, hier. Pap. Oh, wat mooi. Schaapjes, kom. Chop, 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 chop. Kan jij dan de poort ook dicht doen zometeen? Chop de pop, ja, dat doe ik. Hier, kom maar naar binnen. Kom op. Yay! We hebben schaapjes! Oké, okay, Giel, als jij klaar bent, dan gaan we naar het huis van Santino. Oké, ja. Ben jij ready? Klaar, hoor. Ja, ik ben helemaal ready de paddy. Kom, oh, dan moeten we via de voordeur natuurlijk. Want daar kan je er niet uit. Kom, komt u maar. Ik vind dit spannend. Oké, nu heb ik ook een challenge voor jou, Giel. Oh, ik heb een challenge. Kijk, ik heb dit even hier gemaakt, maar dit gaan we nu natuurlijk niet gebruiken. Dat was alleen voor de koeien. Nee, dat doen we niet. Hier, nee! Okay. Oh! De challenge was om over de lava heen te springen. Oké! Oh, maar ik kan het ook gewoon. Oh, ik wou je bijna slaan en dan ging het mis. Oh, echt waar? Wil je dat doen, ja? Nee. Wil je dat doen? Sst, we zijn bij het huis van Tino. Oké. Oh, ja, toch wel les 1. Vertrouw nooit een pressure plate voor de deur. Oké. Onschadelijk gemaakt. En oh, aan de andere kant liggen er ook. Niet vertrouwen. Haal ze weg. Zo. Ja. Ja? Zijn we veilig? Kijk hoe groot bed deze jongen heeft. Wat de... Je kan hier voor 3 man in slapen. Hij heeft wel 2 boekenkasten. Dat is wel fijn. En hij heeft kisten. Oeh, ik wil zo graag kijken wat hij heeft. Oké, Giel. Ik ga eerst deze kist openmaken. En dan die andere. Doe het. Au. Oké. Oeh. Oh, Santino heeft echt heel veel eten. Santino, dankjewel voor jouw eten. Alright, ik ga nu de laatste chest openmaken van Santino. Als daar eten in zat, dan moeten hier goede dingen zitten. Moet wel. Nou, kijk dan. Netherite ingot! En diamonds! En iron! Maar ik weet niet of ik die Netherite ingot moet gaan jatten, want dat gaat hij 100% door hebben. Ik doe het gewoon. Ik heb scheid. Ik pak hier alles. Ik heb waarschijnlijk nu oorlog met Santino. Maar oké, nu we Santino toch een beetje beroofd hebben, vond ik het wel weer tijd om een nieuwe comment tevoorschijn te halen. En die is van... Wacht, oh, Giel. Sound effect. Bra! Selma Iversen. Superleuke video weer. De Minecraft video's zijn echt leuk. Ga zo door. En ze is zelfs geabonneerd op mijn kanaal, met een abonnement. Dus dat zie je er ook bij. Super tof, dankjewel. Ik ga jou er ook even bij zetten. Selma Iversen. Bang! Oké, nou. Toppie. Oh, het wordt weer een avond. Het wordt alweer avond. Ik kom weer naar jou en dan gaan we slapen. Heb jij een bed? Want ik heb er anders... Ik heb er nog één. Ik heb nog een tweede bed. Oké, fijn. Kijk, ik heb even jouw huis opgeknapt. Heb jij mijn huis opgeknapt? Ja, kijk, er ligt een vloer in. Dit is zo mooi. En dit is het ding met de buitenhok. Dit dingetje met de buitenhokje. Wil jij slapen bij de koeien anders vanavond? Nee. Ja, oké, doe maar. Ja, gewoon doen toch? Hier, kun je een beetje naar buiten kijken. In de open buitenlucht zo, oké. En dan ga ik hier slapen. Giel. Ja? Dan hebben wij nu al in ieder geval ons eerste hokje. Eigenlijk moeten we dit hier nog afbouwen. Want ja. Ze lopen nu mijn huis in. Maar dat fixen wij nog wel. Giel, dankjewel voor het meenemen weer van deze aflevering.
Geen probleem. Zie ik jullie in de volgende video weer. Als je nog tips hebt, ideeën wat ik zou moeten bouwen, let me know. Later, boys.